Oké, we zijn weer zover. Het einde van seizoen 3, chapter 5 is aangekomen. Heel veel mensen haten dit seizoen. This will be about 2 to 3 months of League of Legends and Valorant, guys. So, we'll figure it out. Ik vond het best leuk. Het was chaotisch en ik hou van chaos met de auto's rondreizen door de map. En ik hou ook van woestijnen en ik weet niet wat ik ermee heb, maar het was altijd cool om gewoon in te spelen. En we hebben dus een hele desertbaan dit seizoen gekregen. Leuke storyline. We hebben eindelijk weer storyline quest gekregen van Jones en Hope. Dat vond ik heel goed. We hebben nu een eindevent. Het eindevent was echt heel mid en het werd ook geleakt echt een kwartier voor of een half uur voor het event. Dus dat ga je ook zo zien. Maar dit is mijn reactievideo op het eindevent of het slash mini-event van chapter 5, 6, 3. Ik vond het een prima seizoen. Heel underrated. Ik vond dit misschien wel het beste seizoen van chapter 5 omdat het zo chaotisch was. En er was weer storyline en al die shit. Geniet van de video. Het hele vet is geleakt. Acht minuten geleden. You have got to be fucking het event duurt 2 minuten. Zou het 2 uur? 2 minuten. Je maakt een grapje toch? No. Hoe de fuck krijgen ze het überhaupt van elkaar om alles? Dan gaan ze in de files en dan gaan ze in-game of zo dat toevoegen aan de files en zo, dan kunnen ze het event zelf meemaken. I don't know, bro. Het ziet er heel goofy uit, maar Bright Bomber Leaks of zo heet het. Dit is de hele clip op Twitter. Ja, oké. Het is alleen een explosie, zegt iemand. Oh, hell no, man. What the fuck? Oké. Dit had ik eigenlijk al verwacht dat het een kut event zou worden. Maakt een hard grapje toch. Als dit het is, dan pleeg ik echt zelfmoord. Ik ga nu ook gewoon doorkijken, het boeit me echt niet. De pipeline. Dit is erg. Dit is echt heel erg. Oh, oké, en we worden in één keer gejumpt. Oké, bro. Ja, dit is het. Dit is het hele event. Dit is het gewoon. Nee, wacht. Wat? Er zou nog iets gebeuren met Pandora's box, hè? Ja, Redline Ring explodeert en Pandora's box komt er onderuit. Oh, ik voor net echt vermoorden. Waarom de fuck doen ze überhaupt een countdown hiervoor? Wat is dit? Dit is gewoon een explosie, dat is het. Incredibles 3 komt uit, boys. Nou, shit, man. Op dat nieuws zat ik weer te wachten. Oh, ik ben hyped, jongen. Oké. Ik heb er echt super veel zin in. Dit lijkt wel echt op Fortnite's grootste event. En het is ook een hele fucking countdown ervoor, hè? Holy shit. Laten we gewoon 5 minuten van tevoren in een match in gaan. Het zal ook niet boeien als ik dood ga met die event. Ik vond het serieus spannender elke keer dat Kevin de cube omrolde. dat was nog beter dan dit. Dus dat is wel waar. Ja, ik hoop echt met heel mijn hart dat er nog iets anders gebeurt. Maar nog niet geleakt, is gewoon een stage 2 of zo. Ja, stage 2 of zo, maar dat ik denk ik niet. Kut, maar. Ja, laten we lekker grandma horen. Grandma horen. Oh my god. Jongens, laten we maar alvast een queue in, want anders Mag ik vanavond niet bij het event zijn? Kijk hoe snel die bloemie ook wil. Oké, let's fucking go! Iets van maar bereik. Ik ga al dood, bro. Ik weet niet. Ik ben al dood bijna. Ja, stap in dan. Ja, fuck, gaan we in dan. Jongens, nog 20 seconden hoor. We komen eraan. Ik ga gewoon met een auto op de berg zitten. Wacht. Nee, niet zo dichtbij, Sam. Niet zo dichtbij. Ja, het begint al. Oh, kijk, zie je, we worden gehackt, Sam. We worden gehackt. Kijk daar! Oh shit! Oh, jullie gaan de pijplijn activeren. Ja, dat wel. Wow! Ik zie mijn vader ook gekke edit.
side, boys. What the shit. Oh mijn god. Oh mijn god, boys. Hier, ze worden gek, dat wat ze doen. Oh, there it goes. The fight line. Ik ga... Er wordt daar gewoon nog geschoten. Er wordt daar gewoon nog gevochten. Oh the shit, what I overhit. What is happening, dude? I overhit. Hey, off hit, jongens! Oh look at that pipeline! Look at the pipeline! The pipeline! Oh my god! Oh my god, come on, move! Oh, oh kijk, Dr. Doom, Dr. Doom! Oh my god, look who it is! Dr. Doom! Everything's going to explode! Oh, no. Oh my god! Overhitten! Hier, Dr. Doom! Oh! Oh. No way! The pipeline is broken! Oh my god! Oh, the pipeline is broken! Oh, de scheisse! Oh, kaboom boom! Kaboom boom! There's no way, guys! Kaboom boom! There's no way! Kaboom boom! Look at that yellow! What? Wow, kaboom boom! Here, puddle. Oh my goodness! What? Oh my gosh! Wait, listen to the sound, bro! No! It knocks you back entirely into the. Wow. Hier, die Fallout muziek hebben ze ook. Okay, let's go. Let's go to the puddle. Ja, ik ga er naartoe. Ja, laat me instappen, laat me instappen. Step in, step in. We go to the. Step explosion. In the fucking car, dan plas. Go to the puddle, do the oh puddle. Oh shit, road. Kaboom, kaboom. Go, 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 go. Let's go, go. Die flyer. Yes. Oh my god, kaboom, boom. Mijn henchman loopt hier gewoon nog rustig. Everything went kaboom. Hier, de Pandora oh box! God, Pandora box! Oh, ik word gewoon weggebeukt als je erin rijdt. Oh, ik word gewoon helemaal weggebeukt. Er is een chest. Ja, Pandora box. Er is een chest! Er is een chest! Oh, er is een chest! Oh my god, jongens, er is een chest! Oh my god! Let's go, we have a chest! En de chest! Oh, de scheisse! Ja, en zie Nick en Dirty helemaal blij zijn daar. Ja, hij heeft één grote glimlach op zijn gezicht. En mijn ogen. Ja, dat is een minigame, jongen. Dat is sick. En dan gaat hij het nieuwe seizoen ophypen, wat een chappie. Ik wil zijn reactie zien. Ik ga het zien. Hij doet zo overdreven tijdens dat event. Mobility, like there's so much for the new season in 1 week. Oh, lekker man. Deze guy zit helemaal duurzaam op te hypen gewoon. Dit is zijn milestone in het leven.